achter mij kijkt, dan ziet u diverse gebouwen. Eén dat veterinaire lab, en, waar er heel wat keuringen zullen plaatsvinden, zaken te maken hebben met een veterinaire inspectie. Versheidslab kun je ook wel noemen. En de andere, dat is de residuenlab. Waar we het onlangs zijn, is er heel wat zaken naar buiten gekomen van dat onze producten te veel residuen hebben. Dus daarvoor krijgen we een aparte lab nu. Een langer dan 10 jaar geleden was er aanvang gemaakt met het opzetten van deze projecten, deze laboratoria. Maar helaas is het gestopt geworden. U ziet het aan de gebouwen zelf. Dat ligt daar zeker 10 jaar stil. Maar we hebben de draad weer opgepakt. En ik moet zeggen, ik moet dank uitbrengen aan de IDB. Welke bereid is gevonden om het te financieren. De ICA die doet dan is met de uitvoering belast van het geheel. En vandaag hebben wij de contracten weer getekend. De oude contracten zijn afgerond. En we hebben daarna weer nieuwe getekend. En min of meer dezelfde aannemers zijn weer nu aan bod om het werken of om de job te klaren. Dus die twee contracten zijn weer getekend. Eén voor het elektrisch gedeelte en andere voor het bouwgedeelte. Dus dat hoort in het kort in dit project waarvoor we vandaag hier zijn. Het is een must. Het had veel eerder moeten gebeuren. Nu gegeven de omstandigheden, zowel lokaal als internationaal. Je moet aan bepaalde standaarden voldoen. En we hebben het goed te accepteren. We hebben onlangs ook in DNA goedgekeurd onze NIFS-wet. Waarin het instituut voor kwaliteitscontrole is opgezet, middels de wet. Er is een bestuur benoemd, een laboratorium. En bij het Fiskeringsinstituut is het al bijna zover dat wij dat gaan openen binnenkort. En dus die standaarden in de wereld, die worden maar hoger en hoger. Ook lokaal hoor. En je ziet ook, als je geen certificering hebt, dan kom je als laatste aan bod bij een serieuze klant. Maar ook als je kijkt naar ons local content. Al die, ik kijk niet alleen maar naar de offshore bedrijven, maar ook de goud- en mijnbouwbedrijven. Die zoeken allemaal een gecertificeerde bedrijven om hun te voorzien van een voedsel. En zij die niet meedoen, die niet meegaan, die vallen helaas uit de boot. Maar wij moeten als overheid die faciliteiten aanbieden en die training aanbieden, dat die ondernemers zich kunnen laten trainen en certificeren, waardoor zij wel voldoen of kunnen voldoen aan de normen welke daar gesteld worden. En dat gaat natuurlijk ook het niveau van ons ondernemerschap ook omhoog krikken. Ja, ik zie wat verwarring bij mensen, dat die denken dat export van onze producten naar de Europese markt of de Amerikaanse markt on hold is op dit moment. Dat is niet zo, voor bepaalde gewassen wel. Dus u weet, vorig jaar in juni hadden we de exporten van 4 producten van groenten stopgezet. We hebben toen ons huiswerk gemaakt, we hebben inspecteurs getraind en de boeren zijn ook getraind geworden. En waar we dus 3 maanden later, 15 oktober, hebben we de exporten weer opengesteld voor die 4 producten die additioneel waren stopgezet. En nu is het zo dat als een exporteur ergens een afkeuring krijgt voor een bepaald product, zeg maar voor boulanger, dan stoppen we niet alles van zo'n exporteur, maar alleen de exporten van de boulanger. Dan moet de exporteur nu zijn huiswerk gaan maken en zijn plan van aanpak tonen. Onze mensen die beoordelen dat weer. En als ze weer voldoen aan die eisen, dan mogen ze weer exporteren. En wat moet er allemaal nog gedaan worden zodat de gebouwen af zijn? Eigenlijk niet veel. Tenminste, structuur zie je daar al staan. Het is meer een kwestie van waar zijn de spullen weggehaald, gestolen geworden. En je ziet ook dat het lang geen verfbeurt gehad. Deuren en ramen moeten geplaatst worden. En het plaatsen van airco's en natuurlijk daarna het inrichten. Die zaken moeten allemaal plaatsvinden. Maar qua apparatuur hebben we zowat alles ter beschikking. En we hopen nu vanaf nu binnen 7 tot 8 maanden klaar te zijn. Dan hopen we hier te staan om het lintje te knippen. Nou, ik wil de gemeenschap geruststellen van luister, dat maak je niet druk. Want ik merk af en toe dat mensen zeggen van ja, maar LVV, je moet je huiswerk wel maken. Want het gaat om kwaliteit, het gaat om voedsel voor de mensen. En dat begrijp ik ook wel. Daarom zei ik eerder van dit had veel eerder klaar moeten zijn. Maar op een of andere manier is het niet van de grond gekomen. Nu zit ik daar op die stoel en ik zeg van ik pak het op en we maken het af. Dat wordt het volk beloofd.